Beste voetbalvrienden en beste supporters van FC Groningen. Op 12-jarige leeftijd ben ik begonnen in de jeugdopleiding van FC Groningen en op 16-jarige leeftijd volgde mijn basisdebuut in het stadion Oosterpark tegen Feyenoord. Op mijn 18e vertrok ik al naar Eindhoven. Inmiddels, 18 jaar later en een mooi voetbalavontuur rijker, komen we terug naar huis. Terug naar Groningen. We komen helaas terug in een bizarre tijd van crisis die iedereen treft. Ook FC Groningen heeft het niet makkelijk en het is geweldig om te zien hoe iedereen de club blijft steunen. Zelf heb ik ook meegedaan aan de verschillende acties en erover nagedacht wat ik nog meer zou kunnen doen voor onze FC. De laatste weken heb ik veelvuldig overleg gehad met mensen binnen de club. En misschien nog wel het meest geluisterd naar de actie van de supporters. Arjen, volg je hart. Een terugkeer als speler van FC Groningen. Het begon te kriebelen en nu is het mijn missie. Ik werk aan een comeback als voetballer bij de FC. Of dit gaat lukken, weet ik nu nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen. Het is fysiek gezien een pittige uitdaging, maar ik ga er vol voor. Achter de schermen werk ik hard en als alles klopt, sluit ik aan bij de eerste training van het nieuwe seizoen. En daarna hoop ik jullie allemaal snel weer te zien. Want mijn droom is om uiteindelijk te spelen in het shirt van FC Groningen. Zover is het nog niet, maar dromen mag. En dat doe ik. Nog steeds. Groetjes en hopelijk tot snel.